De Beuningse gemeenteraad is er klaar mee. Het werkbedrijf, voormalig Breed, stuurde een rekening die vele malen hoger was dan de begroting van begin dit jaar. Daarom besloot de raad collectief tegen de begrotingswijziging te stemmen. Nou, het probleem is dat de gemeente Beuningen een rekening over 2016 heeft gekregen die 285.000 euro hoger is dan hetgeen verwacht is. En die rekening is door het werkbedrijf en de gemeente gestuurd, omdat er uit is gegaan van de verkeerde gegevens in de begroting van 2016. En die rekening is aan de gemeente gestuurd in een begrotingswijziging. En die is pas op het allerlaatste moment naar de gemeente gestuurd. Zodat de gemeenteraad en ook de raadscommissie daar niet of nauwelijks inhoudelijk over heeft kunnen praten. Het is wel zo dat pas in de derde kwartaalrapportage van het werkbedrijf dit naar voren kwam. En de gemeenteraad die heeft natuurlijk wel behoefte aan veel meer informatie. Het is voor een gemeenteraad die heeft een controlerende functie. En die moet wel eigenlijk weten van hoe komen deze cijfers nou tot stand. Wat kan er nog aan gedaan worden? En hoe kun je ook naar de toekomst toe voorkomen dat dit soort extra uitgaven, zeker in een gemeente als Beuningen, die niet zo heel erg veel geld heeft, hoe kun je voorkomen dat we in de toekomst hiermee geconfronteerd worden? We willen weten waarom het aantal wat in de begroting staat, het aantal mensen, niet het juiste aantal is. Dus waar ligt dat nu? Ligt dat bij het werkbedrijf in dit geval? Of ligt dat hier bij de gemeente? Nou, dat willen we toch wel heel graag weten, alvorens we geld beschikbaar moeten stellen. Waarbij ik gelijk wel opmerk, het is een gemeenschappelijke regeling. En dat betekent dat we altijd verplicht zijn tot betalen. Dus wat we nu met deze uitspraak hebben gedaan met de gemeente Beuningen is in feite toch wel wat symbolisch. Betalen zowel linksom, rechtsom, dat zijn we helemaal verplicht. Maar we willen hier toch wel een statement mee maken. Dat betekent dat in ieder geval onze vertegenwoordigers in het werkbedrijf eens heel goed moeten kijken of ze wel de juiste cijfers hebben. En ook de mensen van het werkbedrijf zelf zullen toch met hele goede begrotingen moeten komen. Omdat je anders een never ending story gaat krijgen. Wat weer leidt tot heel veel gelduitgaven, wat misschien voorkombaar is. Dat weet ik op dit moment nog niet. Maar in ieder geval, je moet het wel goed vertellen en je moet het wel goed calculeren.